Hallo, welkom bij Café Weltschmerz. Op 28 september van dit jaar werd er in België in zijn huis in Merksem de deur ingetrapt van Yannick Verdijk. En hij werd daar door een arrestatieteam ter plekke doodgeschoten. Yannick was actief in de autonomiebeweging, in de soevereiniteitsbeweging en ook in de preppersbeweging. En het heeft in Nederland nauwelijks de media gehaald, in België wel wat meer. En vandaag praat ik erover met socioloog en goede vriend van Yannick, Filip van Houten. Filip, welkom. Welkom, bedankt. Je bent al eens eerder geweest hier in de studio. Je belde mij kort na dat gebeuren, belde je mij. Ze zegt, er is iets verschrikkelijks gebeurd. Een goede vriend van mij is zomaar ter plekke dood doodgeschoten. Ja, je was daarvan ontdaan, dat snap ik. Hoe heb je dat ervaren? Ja, ik was eerst gewoon kapot. Ik ken Yannick al 12 jaar een stuk. Ik sprak altijd af... Als ik in België was en er was net een macrotrends bijkomst geweest, waar dat Brecht Arnard ook aan meewerkt. Hij zit er altijd aan de kassa, dus hij is een figuur eigenlijk hij was goudhandelaar, edelmetaalhandelaar, hij was voorzitter van een schuttersvereniging, hij was in het gemeenschapsleven daar. En hij was altijd, hij stond altijd voor je klaar ook als persoon. Dus op woensdag wou ik terugvliegen naar Hongarije. Ik had hem nog 2 uur afgesproken, dus, want er was een bijeenkomst. Ik was speciaal daarover naar België gekomen, dus ik zat nog met hem samen. En dan word je wakker en dan zie je een artikel op een nieuwssite. En dan zie je dat een extreemrechtse potentiële aanval verijderd is. En dat iemand neergeschoten is bij hem thuis. En je merkt dat zo werd het... Een extreemrechtse... persoon die dat een aanslag aan het plegen was met een groep mensen. Dat was het narratief. Dat hij van plan geweest zou zijn. Ja, dat hij van plan zou zijn en dat ze die verijdeld hebben. Dat was dan het eerste nieuws. Was daar ook een... was hij in staat van beschuldiging gesteld? Nee, het enige wat dat daarin stond was dat er aanwijzingen waren dat. Dus meteen, de term die al gevallen was, was extreem rechts. En dan radicalisering en aanslag verijdeld en... Later zijn dan, zullen we straks er verder op ingaan, termen als complotdenker, antivaxer, ook die dingen. Ja, je zou toch verwachten dat als er een mogelijke verdenking bestaat, hè, want dat is wat er hier gezegd werd, mogelijk, het zou mogelijk zijn. Normaal gesproken zou je dan als politie bij iemand langs gaan en zeggen, kom eens mee naar het bureau. Ja, maar ik zal je... Of een bericht sturen van, kun je je melden op het bureau? Ik bedoel, Yannick was... Hij was niet kortvluchtig. Om het ook te schetsen in de mate dat je ook in zijn perspectief kan inleven. Dus om 4:30 's morgens komen er Franstalige troepen, wat dat op zich ook al... Ja, dat is ook merkwaardig, dat Franstalige. Zou kunnen zijn, maar er toevallig geen troepen waren op dat moment. Nu, een van mijn theses eronder is van... als je dus in een schuttervereniging zit, kennen die mensen binnen dat milieu, wie dat werken met wapens, kennen elkaar wel. Dus dan had je ook meer de waarheid... aan het licht kunnen laten komen. Yannick was actief in die... Ja, hij was voorzitter van een grote schutsvereniging. Was er sinds een aantal jaren was hij er voorzitter van. Ik las dat er inderdaad ook wapens gevonden zouden zijn bij hem thuis. Maar ik heb begrepen dat dat allemaal helemaal legaal en met vergunning was. Dus één is het al, die Franstalige speciale eenheden dat langskomen. Zou kunnen zijn van alles is verdeeld in districten ook. En men heeft dat ook vroeger gemerkt met het Dutroux-proces in België, dat ook lang aangesleept heeft. Dat men dus dossier verhuisd heeft naar dossier. En dat die justitiemallenmolen ervoor zorgt dat nooit de waarheid aan het licht komt. Er zijn ook enorm veel doden gevallen naar aanleiding van het Dutroux-proces, maar dat is een heel ander gesprek. Maar een belangrijk element om hier te weten is ook van Yannick is edelmetaalhandelaar in goud en in zilver. Dus kan je je voorstellen dat jij een goudhandelaar bent en om 4:30 en jij bent voorzitter van een schutsvereniging en om 4:30 's morgens wordt je deur opengeblazen door mensen met een bivakmuts die Frans roepen. Ja. Dus op zich... Dan ga je niet weten of het politie is of wie dan ook. Je weet niet of het de politie is, je weet niet wat is hier aan de hand uiteindelijk. Je wil je eigendom verdedigen, want er is dan ook goud en geld bij hem thuis. En dus om die actie te ondernemen op basis van aanwijzingen dat, verdenkingen dat, tot de dag van vandaag is er nog altijd geen
bewijs verzameld geweest. Dat is echt van, oké, wat aanleidingen op een directe aanslag. Ja. Ik weet trouwens waar Yannick de volgende dag naartoe ging. Hij ging naar Praag, naar een cryptobeurs naartoe. En hij was op zijn fiets en had bijna nooit de auto. Hij ging eten bij zijn ouders die heel dicht in de buurt wonen. Dus er waren genoeg geleden om gewoon te zeggen van... Kan u eens meekomen, meneer? Ja. We hebben bepaalde aanwijzingen. Ja, we hebben een huiszoekingsbevel en dan die huiszoekingen doen. Ja. Want jij kent hem goed. Hij iemand geweest zijn die zo'n verzoek geweigerd zou hebben? Nee. Dat zou geen probleem hebben. Ja. Ik bedoel, ik, wat ik van hem gezien heb, ik ken hem nog niet voor, maar ik heb natuurlijk wat interviews van hem bekeken. Ja, ja, ja. Hij leek me juist iemand die eerder zachtaardig is en iemand die grote waarde hecht aan een bepaalde mate van redelijkheid. Ja. En ook, hoe moet ik het zeggen, niet agressief activistisch overkwam op mij. De aantijgingen die daar ten opzichte van Yannick gedaan zijn van extreem rechtsdenker en een aanslagpleving, dat is absurd, hem kennende. En waarom is dat absurd? En ik kan onder deze video zijn artikel zetten, praktisch preppen. Daar zie je dus, ik kan eens uitleggen wat dat precies preppen. Ja. Preppen is dat hij zich voorbereidt op een crash van het systeem. Ja. Dus dat mensen die het financiële systeem bestuderen zeggen van dit is niet houdbaar, men blijft maar geld pompen, de inflatie stijgt en de mensen worden om een duur amper. Op een bepaald moment zal er een systeemverandering moeten komen, dat je eigenlijk op je eigen middelen zal moeten komen overleven, zowel qua sociale middelen met je vriendenkring, als levensmiddelen, als ook wapens om je te kunnen verdedigen. Als je dat artikel leest, ga je ook merken dat een enkel een defensieve strategie is en je kan dat te ver vinden, dat is perfect oké. Maar hij gaat dan uit, of die mensen gaan uit van een scenario dat in een chaos scenario, zoals ja, mensen zijn er al aan het vechten voor wat wc-rollen in een supermarkt. En dat is dan zoiets bazaal. Kan je nu voorstellen dat een munt evalueert of er zoveel crisis is? Denk je dan echt dat je op de overheid of op de instanties gaat kunnen rekenen? Nee. Dan moet je woning kunnen verdedigen tegen. Want als mensen zullen elkaar de kop inslaan voor het laatste blikje boontje. Als ze hun kinderen niet meer te eten kunnen geven. Ja, hij schrijft er ook over een just-in-time principe. Dat de meeste dingen die we hebben momenteel in een supermarkt, dat hangt allemaal af van ketens. Mm-hmm. En als één keten breekt, dan heb je misschien maar eten in een supermarkt voor een week, twee weken. En als het echt aankomt op overleven en op eten, kan het staan dat er dan bendes of gewelddadige mensen aan je deur staan. Ja. En op dat moment zal het wel belangrijk zijn om jou en je naasten te beschermen. Dus eigenlijk riep die mensen op om zich voor te bereiden op een mogelijke crash van het systeem. Daar was hij al heel lang mee bezig. Ja. De meeste serieuze economen zullen het daar wel over eens zijn. Hè, en monetair specialisten sowieso. Dat zo'n ineenstorting onvermijdelijk is. Het is niet de vraag of het gebeurt, maar wanneer het gebeurt. Dus in die zin zou het legitiem zijn, als je het aan mij vraagt, om mensen daarvoor te waarschuwen. Zeggen, zorg dat je wat eten in huis hebt. Zorg dat je voor jezelf kunt zorgen als er iets gebeurt, in ieder geval een tijdje kunt overleven, et cetera. Van waar komt die criminalisering van de term prepping eigenlijk dan vandaan? Het is niet per se de term prepping is aangehaald, omdat het dan ook te maken heeft met wapens en anti-overheidsdenken, weet, en complotdenkers. Zij denken wel heel ver. En dat hebben ze heel veel vernoemd, anti-vaxxer, complotdenker extreem rechts. Dat we ook eens een serieuze discussie kunnen hebben eigenlijk over van, wat is extreem rechts eigenlijk? Ja, en wat is... Wat houdt extreem rechts in? Ja. Waarom is Yannick extreem rechts? Iedereen die blijkbaar vragen heeft bij de overheid is extreem rechts. Ja. Nu, we merken dat ook bij iedereen die vragen zou hebben over immigratie, dan ben je extreem rechts. Ja, ik roep toch niet op tot concentratiekampen of geweld naar mensen van andere bevolkingsgroepen. Maar iedereen die gewoon maar het thema nu immigratie zegt van misschien volgens een conservatieve manier conserveren, wordt meteen al in de extreem rechtse hoek gezet. Maar dus het is een scheldwoord, feitelijk. Maar als ik Yannick zou kunnen omschrijven, is hij vooral een libertariër. En een libertariër is voor... een stuk soevereiniteit. En waarvoor staat soevereiniteit? Zo onafhankelijk mogelijk leven. Zo vrij mogelijk leven. Ja, onafhankelijk van de staat. Niet tegen de staat, maar voor jezelf en die vrijheid. Dus als je dan kijkt naar een typisch extreemrechts systeem, is heel autoritair, is heel veel macht naar de staat. Ja. Een echte libertair is daar compleet tegen. Ja. Hij heeft het nog persoonlijk tegen mij gezegd van, kijk, eigenlijk ben ik enorm liefhebbend mens en ben ik van het niet-agressie-principe. Is ook erg bekend bij de libertariërs. Weet je, je begaat enkel agressie als iemand agressie op jou begaat. Maar anders doe je dat niet. Ja. Dus die dingen van een aanslag plegen, extreem rechts,
dat is totaal niet in lijn met Yannick. Het is uit de lucht gegrepen. En ook pragmatisch. Wat zou hij nu een aanslag plegen en denken daar dingen te veranderen? Ja. Hij hield van zijn familie. Hij zag ze heel vaak. Hij zat in het verenigingsleven. Hij had net een vriendin gedurende 2 maanden. Zelf moest hij dat totaal nergens op slaat. Hij dat willen doen? Dat zou hij is een van de meest zijn. Pragmatische mensen dat ik ken in termen van oké, wat kunnen we doen om een impact te hebben? Het ging enkel over hij en zijn nabestaanden, weet je, en wat kinderen en wat dat verder zetten om meteen te zeggen van hij is een geradicaliseerde extreemrechtse complotdenker die staatsgevaarlijk is. En dan, dat heeft me dus meteen gedaan in de media, vanaf dat dat bekend was, was alles maar een soort van bevestiging van hoe erg is die extreemrechtse anti-overheidsbeweging. Dat viel me ook op, hè, want ik heb me toen een beetje verdiept in wat de Belgische media er allemaal over schreef. In Nederland is het ook het een en ander over geschreven en gezegd. Wat me opviel, de overeenkomst tussen al die mediaberichten was tweeledig. Ja. Ten eerste dat er nauwelijks verontwaardiging was over het feit dat zomaar een arrestatieteam bij je binnen kan komen en je ter plekke kan doodschieten. Iets wat je in een beschaafde samenleving toch op zijn minst opvallend zou mogen noemen. Maar het werd een beetje nauwelijks vernoemd. Maar dat alle aandacht uitging naar het zogenaamde complotdenkerschap van Yannick. Hè? Dus, en de boodschap die eruit sprak was eigenlijk heel verontrustend, namelijk wat daar gezegd werd, was, hij was een complotdenker. Hij was een complotdenker, dus hij heeft het aan zichzelf te danken. Eigen schuld, dikke bult. Dat was eigenlijk de boodschap die er. En ik heb eens zo hier en daar gepeild met mensen in mijn eigen omgeving, wat die daar dan van dachten. En die nemen dat over het algemeen klakkeloos. Zo, je zegt, mensen met zulke ideeën, dan krijg je dat. Kijk, er zijn 2 mensen die erg in de media gekomen zijn. Eerst Jurgen Konings, wat dat een ex-militair was. En dan heeft men die hele tijd zitten zoeken. En dan vond men die niet. En dan, dan heeft een burgemeester op een fiets merkte een lijkgeur bij een struikje. De burgemeester. En dan vond hij ineens dat lijk daar. Ja. Ik denk van, je hebt geen snuffelhonden meer nodig. Zet gewoon de burgemeesters op een fiets en laat ze los. En ze lossen al die misdaden. Ja. Dat het gewoon zo absurd is. Superman, en ik wil me doen niet alles. Ja, ik wil me doen niet alles in twijfel trekken, maar daar merkt men wel van, oké, een militair die heeft wapens, Yannick die heeft wapens. Dat je wapens vindt bij iemand die voorzitter is van een schuttersvereniging, is op zich niet absurd. Nee. Dat iemand zichzelf wil verdedigen als iemand met bivakmutsen de deur openblaast om 4:30 's morgens, als je allemaal goud hebt liggen thuis, is totaal niet abnormaal. Ja. Wat dat wel zo is dat beide van die mensen wapens hebben. Ja. En wat hoor je bij de gemiddelde Belg dan van, maar hij had wel wapens. Ja. Welke wapens? Waren dat onklare wapens? Waren dat klare wapens? Weet je, als je wapenverzamelaar bent, kan je ook allemaal wapens hebben die klaar zijn. Legaal, illegaal. Vanaf het moment dat je dat eigenlijk in het publieke debat gooit en mensen horen dat, hebben ze eigenlijk iets van, oké, dat was gerechtvaardigd. Dan is de stemming al gezet. Dan is je hebt dan 3 moorden eigenlijk dat gepleegd zijn. Eerst heb je de moord op Yannick of de dood. Het onderzoek zal het nog uitwijzen, maar ik heb er heel weinig vertrouwen in. Tweede is de karaktermoord, dat je dus gewoon iemand persoonlijkheid aanvalt met geen tot enorm weinig bewijs tot nu toe. En ten derde heb je een soort van inktvlek die verspreidt van kijk, als jij dit gaat zeggen, als jij ook dingen denkt dat niet akkoord gaan met de overheid als anti-overheidsdenken of dit zegt, David Icke, dan ben je een antisemiet. Pas daarmee op, want anders kan jij de volgende zijn. Ja. Dat we, ik zal misschien zelf niet fysiek zeggen, maar dan karaktermoord en dan kan je ook gekruisigd worden in de publieke arena. Nou ja, ik vind dat gekruisigd, dat is een mooie term. Het doet me heel erg denken aan de Spaanse Inquisitie. Hè. Het is heel simpel. Iemand kan gewoon het etiket complotdenker opgeplakt krijgen en verliest daar kennelijk zijn rechten mee. Dan kan je dus gewoon met instemming van het publiek thuis worden doodgeschoten of, zoals David Icke overkwam, verbannen worden in 26 landen. Zonder dat er voor die term complotdenker eigenlijk ook een definitie bestaat. Ik bedoel, als je 5 jaar geleden kritisch was op het overheidsbeleid en je had bezwaar tegen bepaalde regeringsmaatregelen en je sprak dat uit, dan was je een weldenkend en kritisch burger. Doe je nu hetzelfde, dan loop je het risico dat je het etiket complotdenker op je krijgt en dat je daarmee ook een vonnis krijgt, namelijk een soort vogelvrijverklaring. Je hebt geen rechten meer. Jou mag alles worden aangedaan zonder dat daarvoor een inhoudelijke onderbouwing noodzakelijk is. Ja, maar dit is maar wie is hier de complotdenker? Ja. Zij gaan uit van het complot van Yannick. Zijn zij dan niet de complotdenker?
Ja, dat kan blijkbaar enkel gebruikt worden tegenover de mensen die dat niet in hun ideologische denken meedenken, maar je zou ook kunnen denken van, er is eigenlijk nog altijd geen bewijs. Zij dachten dat er een gewelddadige groepering een aanslag aan het plannen was in België. Is dat niet een soort manier van complotdenken, dat mensen dat aan het plannen zijn? Je zegt het goed, zij dachten, maar er waren kennelijk onvoldoende aanwijzingen voor om tot een officieel arrestatiebevel over te gaan, of tot een officiële verdenking van een misdaad. Hoe kan je nu op aanwijzingen van en gewoon, we hebben aanwijzingen dat er dan op die manier ook, die politie zal ook waarschijnlijk hun job enkel uitgevoerd hebben, maar om dat het leven van Yannick te riskeren en ook, je wist dat je binnenvalt bij iemand die wapens heeft, het leven van die speciale eenheden zo op het spel te zetten voor iets dat eigenlijk zo weinig bewijs voor had, dat is toch compleet disproportioneel. En het ironische is dan, dat zullen mensen misschien minder goed weten, maar dus... een maand ervoor was 20 gram cocaïne gevonden bij een voorzitter van de jeugdraad. En nu blijkt het dat het een onkel zou zijn die dat thuis zou gelegd hebben. En ze zeiden steeds van, wij behouden het vertrouwen. Dus we kunnen niet zo extreem meteen doen, ook al vinden we iets dat misschien bewijs kan leveren. Een maand en een half geleden heeft een psychiatrische patiënt zich aangemeld en die sprak heel veel hatermste van de politie. En uiteindelijk konden ze dan toch hem niet opsluiten of verijdelen. En hij heeft dan uiteindelijk een politieagent doodgeschoten. Ja. Maar dan zei Vincent van Quickenborne van, ja, maar we kunnen dat eigenlijk niet doen, want we hadden niet genoeg bewijs. Waar is dat genoeg bewijs hier voor die complete excessieve actie? Dus dat is nogal selectieve beschaving als het gaat om hoe de autoriteiten omgaan met verdachten. Als ik het al, de beschaafde manier, zou je zeggen, is inderdaad daar voorzichtig mee zijn, niet te snel. Niet te snel met je oordeel, niet te snel met de uitvoering. Dat is iets wat in een rechtsstaat ook thuis hoort en ook thuis hoorde. Maar er is een bepaalde groep mensen die geen recht heeft op die beschaving. Ja, maar er was ook meteen al 5 mensen of 6 mensen die opgepakt zijn, want een bende was het van plan om een aanslag te plegen. Ja, de volgende dag was het al dat 3 of 4 ervan vrijgesproken werden of vrij mochten. Ja. Dus net 1 iemand dat ook van die schietsvereniging lid was, daar nog in de gevangenis zit. Dus ze planten iets, ze gaan uit van iets. En blijkbaar hoeft de media niet dingen recht te zetten of te kijken van, klopt dit wel? Kunnen die meteen iemand aan het kruis nagelen? En dat was allemaal versterking van complotdenker, antivaxer. Ja. Dat was niet van, was dat wel nodig? Dat is, de journalisten tegenwoordig stellen vragen die eigenlijk bevestigen wat dat ze vooral willen horen. Ja, Pieter, dus hoe extreemrechts was Yannick eigenlijk? Was hij extreemrechts of was hij ongelooflijk extreemrechts? Of was hij fascistisch rechts? Ja. Dus men praat er niet van, was dit nodig? Was extreemrechts? Welke aanwijzing gaan er? We gaan er gewoon al uit binnen die ideologische schetsen van iemand. En dat past dan daarin. Dat merk je ook bij huidige interviews. Dat de interviewgasten vooral eigenlijk de antwoorden al in de mond leggen. Wat dat ze willen horen en gewoon bevestiging willen krijgen. Ja. Maar dus het complotdenken, dan maar zo eventjes samenvatten. Waarvoor inderdaad nog geen sluitende definitie is. Het is continu variabel. Is de nieuwe misdaad en die is dusdanig dat er geen rechtsbescherming meer bestaat voor degene die die kwalificatie op zich geladen krijgen. We merken het nu in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk en België. Je merkt de artikelen stijgen over anti-overheidsdenken en radicalisering. Ja. Maar dat is iets wat dat zij vaak doen. Zij beschuldigen de vijand van iets wat dat zij doen. De mensen worden niet gewelddadiger. De mensen worden niet geradicaliseerder. De overheid is enorm geradicaliseerder geworden met meer staatsgeweld. En dan zegt men, nee, er zijn staatsgevaarlijke individuen die steeds extremer worden. Ja. Nee, het beleid wordt steeds extremer. Ja, en mensen die er bezwaar tegen maken, die worden beschuldigd van extremistisch zijn. Ja, anti-overheidsdenken. Ja. Wat is anti-overheidsdenken? Ik kan toch vragen stellen bij de overheid. Dat is toch een normaal deel van een democratische samenleving, dat je vragen kan stellen. Zolang dat je niet rechtstreeks oproept tot geweld en verschillende perspectieven laat horen, dan heb je een democratische... Ja. Maar dat bedoel ik met variabel. Hè? Wanneer je pakweg 5 jaar geleden kritisch was op de overheid, dan was dat lovenswaardig. En nu ben je bij voorbaat gecriminaliseerd, word je gecriminaliseerd en weggezet. We hebben het gezien met David Icke, dat is een rechtszaak geweest. Yes, en in Nederland heb je de NCTV, dat is de Nederlandse coördinator voor terrorismebestrijding. En die noemde het groeiende anti-overheidssentiment als bedreiging voor de nationale veiligheid. Mm-hmm. Maar het punt is, dat klopt niet. Mensen zijn niet anti-overheid. Mm-hmm.
Mensen zijn, maken bezwaar tegen het overheidsbeleid. Ja. Ze zeggen niet, wij willen geen overheid. Wij willen zeg maar anarchie, wij willen zonder bestuur doen. Nee, we willen best een overheid. Alleen een functionerende overheid. Ze maken bezwaar tegen de manier waarop het dysfunctioneert op dit moment. En kennelijk is het dan voldoende om jou meteen te bestempelen als anti-overheid. En degene die daar een stem in heeft, die daar prominent in is, die wordt gezien als gevaarlijk en moet verbannen worden. Was Yannick een prominente figuur? Ik bedoel, er moet een motief geweest zijn om deze actie uit te voeren, vraag ik me af. Wel, prominent, ik denk een van de dingen, en Yannick Warderij ook is, één ding dat bij mij zal verder leven en iedereen die hem kent, is dat hij een onverbloemd zichzelf was. Ja. En iemand die onverbloemd zichzelf was, dat is ja, magnetisch, want zoveel mensen zijn zichzelf niet of durven niet zichzelf te zijn. Oprechtheid, ja, wordt gekend. Dus als je de Yannick wel kende, dan wist je wel dat hij zijn mening ging zeggen en je wil weten wie de Yannick was. Maar ja, zoals dat... Ik denk dat ik samen nog toen met Bracht Arnard daar iets aan het drinken was. En hij maakte dan weer een ongepaste opmerking. Dat zo, hij hield ervan wel een beetje te plagen en zo met de kot te lokken. Want dan zag hij je graag eigenlijk als ik af en toe eens wat steken had. En dan zei hij nog tegen Bracht van... maar Bracht, weet je dan niet dat ik een peperkoekenhartje heb? Of zoiets, weet je. En dat hij aan de buitenkant misschien hard leek, maar je kon er echt wel op rekenen. En ging er staan sowieso. En in een interview dat je kan zien met Benjamin van Doorslaar benadrukt hij ook van het belang van het verenigingsleven. En goede vrienden hebben ervoor staan. Dus hij was met Bachata, Schuttersvereniging. Hij had zijn stamcafé dat hij langs ging. Dus hij was wel gekend binnen de gemeenschap om deel te zijn van het leven daar. Hij was niet... Brede sociale omgeving. Ja, hij was niet een Arne Breivik dat er in een kelder probeert iets te plannen en hij compleet geradicaliseerd is. Ook als je het interview met Benjamin van Doorslaar kan misschien hieronder linken, dan kan je met z'n horen spreken. Ja, dan kan je zelf ook hem eens aan het werk horen of zijn werk praktisch preppen lezen. Ja. Wat zijn gedachtegang was en hoe hij was als persoon. En jij kent hem persoonlijk, dus je kunt dat bevestigen. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. En ook, ik ga mijn vrienden niet verloochenen. Ik had er ook kunnen zitten. En nu ben ik hier iemand extreem rechts en geradicaliseerd verdedigd. Maar je bent er voor je vrienden en je wil ervoor staan. En je wilt dingen kunnen rechtzetten. En soms, dan merk je dat mensen angst hebben. Hè? Angst van, ik ga me wegsteken, want ik wil hetzelfde niet. Dat sommige mensen misschien dan niet naar zijn begrafenis komen of niet geassocieerd zouden worden. En je zou je weg kunnen steken omdat jij niet het volgende doelwit wil zijn. Hmm. Maar mensen die een mening hebben en die... Dat is ook niet ondenkbaar. Die hun gezicht willen laten zien, zou ik net zeggen van doe het tegenovergestelde. Ja. Want als er ooit iets met mij zou gebeuren, kan je dit interview bekijken. En kan je mij horen en kan je mij zien. En ik denk op dat punt, hoe hoger dat je staat en hoe meer dat mensen toch nog kunnen weten wat dat je gezegd en gedacht hebt, dat het net nog belangrijker is om je te laten zien en je mening te spreken. Ja, want dat is natuurlijk wel het mechanisme hè, van de intimidatie, hè. Juist, dat is denk ik dat een beetje erachter zit, de intimidatie en dat mensen van kijk, zwijg maar. Ja. Probeer je niet uit te spreken, want dit kan ook met jou gebeuren. Ja. Qua status, qua geld, qua als je bankrekeningen gelinkt zijn, dat je niet meer aan je bankrekening kan. Ja, wat we nu zien in Nederland hier ook, ik denk dat het in België ook aan de hand is, ik weet niet zeker, maar in Nederland worden steeds mensen, wordt hun bankrekening opgezegd door de bank zelf. Ik had gewoon van viruswaarheid of zo. Nou, viruswaarheid, maar ook van particulieren inmiddels. Mm. Zonder dat er eigenlijk echt een goed onderbouwde reden voor wordt gegeven. U bent gewoon onwelgevallig. En we zijn een commercieel bedrijf. We mogen zelf kiezen wie onze klant is. Daarbij wordt dan voor het gemak even vergeten dat iedereen tegenwoordig afhankelijk is van een bankrekening. En word je door één bank geweigerd, dan zullen de andere banken je ook weigeren. Dus we hebben de banken kennelijk de macht gegeven om een doodvonnis uit te spreken. Want als je niet meer kunt deelnemen aan het financieel systeem, kun je simpelweg niet leven. In de moderne samenleving. Dit zijn natuurlijk angsten waarvan gebruik wordt gemaakt of wordt ingespeeld, zeg maar, door degene die de bedoeling hebben om een hele gedachtenstroming buitenspel te zetten. Ja, kijk. Voor een stuk moet het bewijs moet je nog altijd zien en er aanleidingen zouden zijn, zie je dat het compleet disproportioneel is. Plus ik ken Yannick en ik zou nooit zoiets hebben zien doen. Ja. Maar je merkt wel dat dat van deze gelegenheid gebruik gemaakt wordt van het feit van het anti-overheidsdenken, complotdenken,
En ja, het feit dat hij wapens had, Jurgen Konings had, is makkelijk om te zeggen van kijk, ze waren gevaarlijk, ze waren gewapend. Dat het meer en meer deel wordt van het discours, dat het hele debat is van ja, moeten we niet meer die radicale elementen aannemen? Moeten we niet meer inzetten op het opsporen van misinformatie? En alles wordt altijd gepresenteerd op basis van iets dat goed zou zijn voor de burger en te beschermen. Ja. En het leidt tot meer en meer intimidatie en het vergroten van het staatsmonopolie op geweld. Ja, een volgende iets dat je nu al merkt is, ja, kijk, die cyberaanvallen stijgen. Dus wij, de staat, geef anders dat digital ID, dat wij je gegevens kunnen beschermen. Nee. Zodat als het erop aankomt, kunnen wij zorgen dat je gegevens veilig zijn. Maar ze hebben dan wel controle over al je gegevens dat ze kunnen misbruiken. Ja. Maar ze gaan het weer verkopen als wij moeten die online veiligheid meer in handen hebben en kunnen controleren, want we willen de burger beschermen. Ja. En dat is wat ik met jou ook persoonlijk over gepraat heb. Mensen hebben zo'n myopisch beeld. Ze focussen zich enkel op het onmiddellijke en op basis van gevoelens of schone intenties, maar ze zien het grotere plaatje niet waar dat iets deel van uitmaakt. Ja, dus natuurlijk in periode dat het leven moeilijk is en bedreigend kan zijn, dan bestaat die neiging natuurlijk ook. Hè? Gaat er een deel buiten het aandachtsgebied vallen, zeg maar. Hè? Eigenlijk gewoon Maslow is dit. Hè? Ja, maar mensen, ik leg nu uit, dat is ook wat David Icke en andere mensen vaak doen van, kijk, je ziet wat dat ze willen, dan presenteren ze iets dat mensen eigenlijk daarom vragen en het klinkt mooi. En dat leidt eigenlijk tot iets wat de meeste mensen niet willen. Ja. Dus dat zat er zijn met, ja, meer cyberveiligheid, dat willen we, ja. En dan meer van onze gegevens gecontroleerd is dan het gevolg. Nieuwe technologie, dat dan meer de vrijheid van mensen aanpakt, dan zeggen ze van, ja, maar met deze technologie kunnen we iemand zonder een been beter laten lopen. Ja, en dat is weer het voorbeeld dan. Ja, ja. Een grote ik heb ook de State of Control, de documentaire van Max, dat toont de CBDC's, dat ik dus de grote vraag heb van, je kan eigenlijk mensen tonen dat dit een leven wezenlijk laag raakt met de crisis die momenteel gebeurd is, met de energierekening die veel hoger ligt. Dus je hebt iets fundamenteel van, er zijn maatregelen genomen die niet veel effectiviteit hebben op de crisis in Oekraïne, plus het raakt mensen in het dagelijkse leven. Dus al heb je een myopisch beeld, je ziet de effecten daar wel van. Maar de vraag die ik heb van, hoe moet ik nu mensen de negatieve effecten van die CBDC's uitleggen? Ja. Dan moet je niet een myopisch iets hebben. Dan moet je ze hebben van, kijk, met dat digital ID, met die CBDC's, met die controle, met die CO2-creditscore of tax. Als men dat allemaal linkt, zal je gewoon afhankelijk maken van een aantal voorwaarden. En afhankelijkheid staat gelijk aan controle. En dan hebben ze al die gegevens en kunnen ze gedrag manipuleren. Ja. En dan denken mensen van, nu denk jij wel redelijk ver. Omdat dat nog ver van de bedshow is, of ze kunnen dat niet connecteren. Ja. Dus als ik dit nu nog niet zie, die miljarden die naar Oekraïne gesluist worden, die beperkingen, die energieprijzen dat stijgen, en die boeren dat dan hun grond verliezen. Ja. Dus wezenlijk in het bestaan van de mensen worden nu zelfs met een myopisch beeld dingen geraakt. Ja. En toch hebben mensen reflecties van, hier is iets verkeerd aan de hand, we moeten stopzetten. Ik denk dat voor mensen... Dat gaat moeilijk om uit te leggen met die CBDC's, van kijk, dit is het grote plaatje, dit zijn al de... dots to connect. Het is moeilijk aan mensen om die... Ja, zeker. Wat ik merk is dat het voor veel mensen een stap te ver is om te kunnen overwegen dat een overheid misschien wel eens minder frisse, minder goede bedoelingen heeft. Mm-hmm. En vandaar dat die overheid steeds meer voor elkaar krijgt om zichzelf als beschermer zeg maar naar voren te brengen en zich zo op te werpen. En ik denk dat het grootste deel van de mensen nog steeds gelooft dat dit soort zaken in goede handen is bij de overheid. Terwijl onze geschiedenis precies het tegenovergestelde bewijst dat de allergrootste misdaden vanuit onze hele beschreven geschiedenis zijn gepleegd door overheden. En dus daar zou een kritische blik juist op zijn plaats zijn. Maar op de een of andere manier is het psychologisch voor mensen heel erg moeilijk om te overwegen dat hun overheid wellicht geen goede bedoelingen met ze heeft. Ja, daar leek de link met soms een kind kan heel moeilijk accepteren dat het in de handen is van een slechte ouder die je niet graag ziet. Ja. Dus ze leggen liever de schuld bij zichzelf of proberen te deugen of van kijk naar mij mama, ik doe het toch goed, kijk en doe ik het nu goed en ben ik nu de moeite en de liefde waard? Dat is normaal dus bij afhankelijkheid. Bij afhankelijkheid momenteel werd en je merkt ook, er is een soort van babyficatie van de samenleving bezig. De mens kan zelf niets meer bepalen. De kleinste details eigenlijk dat je normaal enkel een kleuter moet uitleggen. Ja. De verkleutering van de maatschappij algemeen, waar je nog verantwoordelijkheid over hebt, creëert ook de compleet omgekeerde beweging met een soort van tyrannieke moeder
Dat je dan een 40-jarige hebt die nog bij zijn moeder woont en kan niet eens zijn broek aantrekken, weet je. En die moeder, ja. Ja, die is compleet tyranniek en afhankelijk. En die houdt er eigenlijk van haar man, zoon dan dus, te castreren. Dat je dus die verkleutering, babificatie van de samenleving zit, last de ene kant. En meer en meer alledaagse domeinen dat iemand met gezond verstand zou kunnen over beslissen. Ja. Die tyrannieke ouder, de staat hier, moedertje staat, de vadertje staat hier, meer en meer die kant overnemen. Ja, inderdaad. Nou ja, maar dat zie je inderdaad, die infantilisering, die zie je inderdaad overal terug. Dus nou weer sprake van een nieuwe wet hier in Nederland, die gaat over gezondheid en veiligheid. Waarbij de overheid een veel groter inbreng gaat hebben op allerlei gebieden die je normaal gesproken privaat zou hebben. Bijvoorbeeld over voedsel, maar ook over gezondheidsbescherming. Maar je ziet dat die inderdaad die overheid als surrogaatouder, als toxische ouder, dat die zich opstelt tegenover mensen waarvan die ze behandelen als kleuters, die voorgeschreven moeten worden. En hoe ze tot in detail moeten leven. En allemaal ter bescherming van zichzelf. Dan moeten we eigenlijk eens een discussie hebben over wat is een betekenisvol leven. Ja. En ik denk veel beslissingen dat je doet, dat je zelf kan bepalen, dat je zelf richting kan geven, dat je zelf kan invullen. En sommige dingen hebben misschien negatieve effecten. Weet je, als je af en toe dan eens graag whisky of rum drinkt, misschien is dat niet zo goed als water, maar toch kies je dat. Ja. Dat ook wel belangrijk is van keuzevrijheid en zelf je richting kunnen geven en zelf kunnen bepalen dat een belangrijk iets is in de samenleving. En ik merk dat deel, dat je zelf kan bepalen en zelf kiezen, steeds minder en minder wordt. Ja. En met steun van de meeste mensen in de samenleving. Want als ik bijvoorbeeld hier bezwaar tegen maak, ik had toevallig gisteravond nog met iemand over, en maak ik bezwaar tegen. Ik zei, ja, waar boeit die overheid zich mee? Ik bedoel, als wij willen roken en we willen drinken, dan moeten we roken en drinken. Ja, maar weet je wel hoeveel mensen daarvan doodgaan en in het ziekenhuis terechtkomen en hoeveel ongelukken er gebeuren, omdat mensen met alcohol op. Oké, maar wat is de keerzijde? De keerzijde is dat een overheid zich met alles bemoeit. Ja, dat hoort er nou eenmaal bij, kreeg ik als reactie. Want ja, jij wilt toch ook niet dat er mensen op straat worden doodgereden, dronken automobilisten, en dat de ziekenhuizen overvol komen met mensen met longkanker. En daar is het emotioneel argument. Ja, dat is het dus, hè? Want ik word hier beschuldigd dat ik voorstander zou zijn van longkanker en auto-ongelukken met drank op. Dus dat is heel moeilijk verdedigbaar. Ja, maar we hebben het ook erover gehad. Het draait niet enkel rond. Het draait niet meer rond pragmatiek of de beste keuze. Het draait om emoties. En gewoon een standpunt verdedigen en dan emoties bij betrekken, op de persoon spreken, een ideologie. En dat is het momenteel. De impact heb je nu vooral op basis van emotie. En de tegenstander van iets bestempelen en in een hokje duwen, dat is het. Hey, waarom denk je dat ze speciaal Yannick hebben? Want dit is een heel bewust opgezette actie, hè? Ik bedoel, hoe groot was het arrestatieteam? Ik geloof 7 of zo? Ja, zou kunnen. Speciale eenheden niet ervoor. En het feit dat je dat om 4:30 s'nachts doet, dat is een voorbereide actie. Ja. Geweest is dus duidelijk een heel bewuste keuze gemaakt om dat bij Yannick Verdijk te doen. Jij noemde al even net het feit dat hij actief is in de hobby schietwereld. Wat ik net al zei, hij had geen strafblad. Hij was niet voortvluchtig. Dit soort acties zou je natuurlijk normaal gesproken bij voortvluchtige criminelen verwachten. Ja. Maar niet bij iemand die nog nooit in aanraking is geweest met justitie. Waarvan overigens ook bekend was dat hij, in de schutterij en de schietvereniging actief was als hobby. Ja, tuurlijk. Waarvan ook bekend geweest zou moeten zijn dat de wapens die hij in bezit had, dat hij gewoon legale vergunningen voor waren afgegeven. Ja. Waarom zou ervoor gekozen zijn, het is een beetje speculeren natuurlijk, om Yannick als doelwit uit te kiezen hier? Kijk, ik ga nooit uitspraken doen dat ik zelf geen bewijs voor heb, want dan zou ik hetzelfde doen. Maar je hebt hier wel iemand die met de wapens kan je heel vaak gebruiken van kijk, radicalisering, anti-overheidsdenken. Kijk, ze hebben wapens en ze plannen iets. Het is veel makkelijker dan iemand die totaal geen wapens heeft. Dan zou je al wapens moeten hebben of kunnen fabriceren. Hier kan je het wapen vooral al gebruiken. Was wel iemand die actief is in de... er zijn genoeg interviews geweest, kritische momenten om te reflecteren van welke soort samenleving willen wij, wat denken wij over de coronamaatregelen. Mm-hmm. En daar was er wel iemand dat met mensen praten en gezien werd. Dus daar had je wel iemand dat ook wel kon tonen aan anderen in dat milieu
wat we altijd negatief gebruikt in het milieu, maar gewoon mensen die elkaar zien, had je daar wel iemand van, ah oké, kijk, hij is geraakt en het was niet dan bekend als een bekende spreker bij interviews, maar dat was wel iemand dat in dat milieu zit van kritische denkers die open zijn en vragen stellen bij het systeem en de houdbaarheid ervan. Ze waren bang voor zijn invloed? Dat weet ik niet. Er moet een reden geweest zijn. Er moet een reden geweest zijn en ook een disproportionele reden dat het op deze manier gebeurd is. Ik geloof dat de dag na de aanslag had minister Verlinden ook toevallig ging dan het 50-jarig bestaan van de speciale eenheden vieren. Diegenen dat het uitgevoerd hebben net de dag erna. Ja. En het was dan ook de hele tijd van drugsmilieu in Antwerpen en Vincent van Quickenborne, onze minister van Justitie, denk ik, moest dan ondergedoken worden, want er waren aanwijzingen dat er een aanslag zou gepleegd worden. Mm. Dus waarom is gewoon speculeren en waarom hij op deze manier, ik vind het altijd surreëel dat dit gebeurd is bij iemand die zo dicht staat bij mij in een land als België, dat je denkt van dat kan toch niet gebeuren. Maar er zijn andere mensen ook al, ja, hij is na de moord door de of de dood gestorven en door de slijk gesleurd. Je merkt toch ook Theo van Gogh en Pim Fortuyn, die werden voor hun dood al door het slijk gesleurd. Mm-hmm. Maar en de tijd is wel veranderd. Nee, de tijden zijn echt wel veranderd, maar het feit van dat je als journalist dingen kan publiceren zonder dat je er bewijs voor hebt, klakkeloos overneemt en dat je iemand op die manier besmeurt en dat die mensen niet eens kunnen vervolgd worden vanwege flagrante leugens. Eigenlijk zou die mensen gigantische boetes moeten betalen om dingen te publiceren dat geen momenteel geen bewijs voor is of op dat moment geen bewijs voor is. Dat zou je normaal verwachten, maar we leven in een bijna Orwelliaanse samenleving, alles is omgekeerd. Ja, en dan kijk je dus naar een film zoals bijvoorbeeld Jachten. Ik denk dat die film eigenlijk best de Oscar zou gewonnen moeten hebben. Het ging over een leraar en ik geloof met zijn leerling dat hij die dan geen goede punten gaf of in bepaald iets niet toeliet. En dan zei dat kind eigenlijk dat hij een pedofiel was. Hm. En heel dat dorp keerde zich tegen hem. En ook al kon hij dat rechtzetten, zijn heel leven was gewoon naar de vaantjes. Ja. Dus als je iemand gewoon publiek zo kan kruisigen, zelf al sterft hij niet, je kan iemand gewoon zijn leven of haar leven zo onmogelijk maken, dat een enorm effectief iets is. En wie moet daarvoor dan terecht staan? Niet de media. Zij kunnen dat is inderdaad erg gevaarlijk. Want het is uiteindelijk wordt hier de bevolking gemobiliseerd om iemand, zeg maar, als een soort soldaat, om iemand buitenspel te zetten. Of erger. Ik bedoel, we hebben natuurlijk in het verleden ook wel vaker meegemaakt, hè, dat dit soort campagnes tot volkswoede kunnen leiden, volslagen onterecht. Ja, maar er is een soort van inktvlek dat langzaamaan uitbreidt van we moeten meer geld hebben voor misinformatie en er zijn bepaalde mensen die anti-overheid zijn en vooral het woord niet solidair zijn met de rest. En ik denk in de toekomst, als er uit die financiële crisis die steeds erger wordt, dat die ballon om een duur ontploft, dan gaat er wel een nieuw systeem moeten zijn onder voorwaarde van veel afhankelijk te zijn van de overheid, denk ik. Of middelen te herverdelen. Mm-hmm. En dan zullen we wel makkelijk de vijand zoeken in mensen die daar vragen bij hebben. Mm-hmm. Dat zijn dan weer anti-overheidsdenkers. Dan wordt er weer polariseren, divide and conquer gedaan, van dat zijn de vijand, mensen opgezet. En men is dat al aan het creëren voor die nieuwe vijand. Dat zijn niet meer de anti-vaxxers, dat zijn de anti-overheidsdenkers. Ja. We hadden het net over die voorbeeldfunctie, hè? Merk je al aan mensen in jouw omgeving dat ze nu terughoudender geworden zijn in het uitspreken van hun werkelijke gedachten naar aanleiding van het gebeuren? Ik denk dat wel, maar ik niet. Want ik heb dat tegenover. Ik had in het begin al wow. Maar dan is van, kijk, ja, het leven, voor een stuk neem je over de idealen van iemand dat je vriend is en erop kijkt. En voor mij heeft het enkel sterker gemaakt om te leven in de waarheid en de waarheid te spreken. Ja. Maar ik denk dat dit wel effect kan hebben op mensen die denken van, wow. Ja, laat ik mijn mond maar houden. Ja, de moord, de karaktermoord, het effect dat het ook heeft op je naasten die daarvan dan ook zullen kunnen ondervinden. Ja, men kan doen van dat heeft niet veel effect, maar het heeft toch wel effect over wat dat je wilt doen. Ik denk dat we dat allemaal wel hebben meegemaakt. Ik heb ook doosbedreigingen gehad.
Weet je... Wat mensen beseffen is, van je hebt die bekende quote, dat eerst kwamen ze voor de vakbondsleiders en ik sprak me niet uit, want ik was geen vakbondsleider. En dan kwamen ze voor de socialisten, maar ik sprak me niet uit, want ik was geen socialist. Dan kwamen ze voor de Joden en ik sprak me niet uit, want ik was geen Jood. Ja. En dan kwamen ze voor mij en dan was er niemand meer om uit te spreken. Ja. Dus je kan denken van, dit gaat enkel over hun. En dat is ook hetgene, het gaat hier niet enkel over mijn waarheid, jouw waarheid en die kant enkel toon. Het gaat hier om een waarheidprincipe, om een proces dat de waarheid aan het licht brengt. En als jij meteen al zegt van, dat is anti-overheid, dat is pro-overheid, dat is de waarheid en dat mag gezegd worden en dat mag niet gezegd worden, dan ondergraaf je het proces om tot de waarheid te komen. Ja. En dat is hier momenteel bezig, dat mensen gewoon hun eigen mening niet meer kunnen vormen, enkel maar de echokamer van de voorgeschreven mening. En daarom dat ik erg ben voor, ja, democratische processen zijn niet waar of niet waar. Het zijn van die processen die ervoor zorgen van, oké, dat kan de waarheid, kan gerechtigheid aan het licht komen. Ja. Dat is, je creëert daarmee een omgeving waarbij dat eventueel mogelijk is. Ik kan het licht geworpen worden op iets en dan kan je het onderzoeken. Hier is de knipperlicht aan of uit. Het is juist of het is fout en het moet daar binnen passen, want anders is het zo. Ja, dat is... Wat me ook opvalt is dat bij die hele campagne tegen de zogenaamde complotdenkers, en je ziet het overal, hè? Ik bedoel, we hebben ook wetenschappers, professoren, mensen van aanzien, bekende mensen die... zonder meer weggezet, die zich uitspreken, die bezwaar hebben, al is het maar een klein beetje bezwaar, al is het maar een kanttekening, die weggezet worden als complotdenkers en verslagen idioten. Maar wat ik nou nooit hoor is wat het eventuele motief zou zijn. Dat namelijk, wie heeft er nou belang bij? Ik bedoel, je maakt het leven eigenlijk alleen maar moeilijk. Ja, ik bedoel, mijn leven is niet gemakkelijker geworden sinds ik me ben gaan uitspreken. Dat doe ik al lang. Ik denk dat het voor jou ook geldt. Nou ja, voor Yannick geldt natuurlijk nog veel meer. Dat geldt voor die bekende mensen en wetenschappers die van een onbesproken carrière hadden voorheen ook. Wat zouden ze ermee te winnen hebben om terwijl meegaan in de stroom... in het, wat ze tegenwoordig het narratief noemen, wel lucratief kan zijn. Ja, tuurlijk, En wel veilig kan zijn. Dus daar is daar is wel een motief voor. Maar dat is toch geen motief voor... we hadden dat bijvoorbeeld bij Rob Elens. Is een huisarts. En daar zijn uiteindelijk heeft dat tot in de regering heeft dat vragen opgeroepen. En een van de parlementsleden die wist te melden... dat artsen die ivermectine voorschreven, dat die dat deden met de bedoeling om mensen bewust zieker te maken. Ik bedoel, hoe kun je zoiets geloven? Wat zou het motief zijn? Waarom zou een huisarts waarom zou die dat willen doen, weet je? Daar wordt nooit een verklaring voor gegeven. Ja, nee, moest het vaccin per se 100% werken en effectief zijn? We kunnen nog andere redenen geven van soevereiniteit en autonomie, et cetera. Maar de gemiddelde mens, waarom zou die dan per se zo egoïstisch willen zijn, bij wijze van spreken, om het dan niet te doen? Ja. Er zijn heel weinig redenen om door het slijk gesleurd te worden. En dan, nu kan je momenteel wel, maar dan kon je naar eetgeledenen kunnen gaan. En wat zijn de voordelen daarvan? Ja, wat zijn de voordelen van? Waarom zouden, want de NCTV, dus de coördinator terrorismebestrijding, die zegt het is een sterk groeiende groep met anti-overheidssentiment. Maar het geeft niet aan op waarom die groep dan zo groeit. Ik bedoel, zou het niet gewoon zo kunnen zijn dat die groep groeit omdat steeds meer mensen bezwaar maken tegen de manier waarop de overheid zijn taken uitvoert? En NCTV zegt erbij, wij vinden het prima dat iemand kritisch is, maar vervolgens noemen ze die sterk groeiende groep. Dus als veel mensen kritisch worden, dan moet het bestreden worden. Dan mag het niet meer. Ja, en ook, het is een goed punt dat je maakt, dat je dus denkt van, waarom groeit dat anti-overheidsdenken? Ja. En dan is het van, op basis van misinformatie, en dan die informatie is ook zo zwart-wit, zou je niet gewoon best eens mensen uitnodigen om verschillende standpunten aan bod te laten? De ene is de ene kant, de andere is de andere kant, de andere denkt van de vaccin is fantastisch, de andere denkt van nee, het is dit. En dan heb je gewoon een gesprek en dan kan de waarheid naar boven komen. Maar zelf hier merk je dat het eenzijdig zo, 9 op de 10, 90 op de 100 keren, is het iemand die dat binnen dat narratief past. Mm-hmm.
Ja. Maar dus de hele discussie over wat is misinformatie en hoe kom je tot misinformatie en kritisch zijn ten opzichte van de overheid, waarom zijn die mensen kritisch? En dan halen ze erbij van ja, maar die mensen geloven in complottheorieën zoals de World Economic Forum en dat een elite probeert de wereld over te nemen. Oké, laten we dat dan eens grondig bespreken, waarom dat die mensen dat denken, wat er gebeurd is. En als mensen denken dat dat klinkelare onzin is, de beste manier, ik vind dat nog altijd, is toon het in de publieke ruimte. Kijk wat dat bijvoorbeeld Kanye West nu gedaan heeft met zijn antisemitische opmerkingen. Ik kan soms vragen hebben waarom dat mensen van Joodse origine heel hoog zitten in belangrijke posities. Maar dan kunnen we daar een gesprek over hebben. Net zoals mensen zeggen van hun IQ is een van de hoogste in de wereld, is meer dan 140. Maar als je dat dan op zo'n zwart-wit, denigrerende, boude manier doet als Kanye West, dan zou je kunnen zeggen van die mening moet verboden worden. Maar eigenlijk de manier hoe dat hij presenteert of gedaan heeft, laat veel meer mensen daar tegen zijn of zeggen van dat kan eigenlijk niet, dan dat je het eigenlijk verbiedt. Ja. Dus zelf al wil je niet dat dat eigenlijk een voedingsbodem heeft, soms is mensen een mening te laten zeggen en dat mensen het echt zien, de beste manier om het aan te pakken. Nou ja, zeker nog, ik bedoel, we hadden het net over toenemend geweld. We hebben natuurlijk letterlijk geweld, zoals bij Aniek het geval is, maar we hebben het ook gehad over karaktermoord. Dat is ook een vorm van geweld. Toenemend geweld zou ook een soort self-fulfilling prophecy karakter kunnen krijgen. Ik bedoel, mensen voelen zich steeds meer bedreigd door overheden. En soms ook door, laat maar zeggen, de gemeenschap die meegaat in het mediaverhaal. Ja. Waardoor er een negatieve sentiment ontstaat ten opzichte van die mensen. Ja, die zullen toch op een gegeven moment ook wel zich in het nauw gedreven kunnen voelen en zich willen gaan verdedigen. En die verdediging die kan dan weer uitgelegd worden als agressie. Of als poging tot geweld. Eigenlijk ook weer een beetje met dat preppen waar we het net over hadden. Ja, maar je hebt dat ook gemerkt toch met betogingen in corona, dat mensen vreedzaam hadden betoond. En wie heeft er dan geweld gepleegd? Ja, de paarden die met de stok in de mensen elkaar aan het slaan waren. Dus dan denk je van, die persoon reageert hier wel keihard, die dat neergeslagen wordt met een stok als ik op een paard. Ja, precies. Nou wordt er steeds. Dus ik ben niet voor geweld. Ik vind ook dat pragmatisch niet de beste manier is. Maar ik verdedig hier bepaalde principes dat voor een democratische samenleving waarheid spreken erg belangrijk zijn. En als die om een duur verwijderd worden, wat blijft er dan nog over? Dan kan bepaalde groeperingen om een duur zo wanhopig worden dat die dan tot extreme dingen gaan. Ja. Dat ik totaal niet mee akkoord ga. Precies. Maar dat is dan een gevolg van de erosie van burgerrechten en dat mensen echt zo wanhopig zijn dat ze geen andere optie meer zien. Ja. Dus daarom dat het ook zo belangrijk is om die opties die er zijn op dat een vreedmolen manier toe te laten. Maar wat hebben we gezien? Dat vele dingen verboden worden en niet eens toegelaten worden. Mm-hmm. En dan zeggen mensen van het geweld en agressie stijgt. Maar je pakt gewoon de vredevolle manieren aan. Ja. Je valt ze zelf gewelddadig aan. Mm-hmm. En dan zeg je van we vinden het vreemd dat mensen op een extreme manier nu reageren. Ja, precies. En dat ik om eerlijk te zijn heb ik bewondering voor de groepering die bezwaar maakt op dit moment. Dat die zich nog zo beheerst. Ja. En ja, we hebben dat absoluut gezien. We hebben dat gezien bij demonstraties inderdaad. Hè. Daar stonden feitelijk twee partijen tegenover elkaar. De ene partij die het narratief verkondigt. Ja. En de andere die bezwaar maakt tegen het narratief. Degene die bezwaar maken tegen het narratief, die worden nu gezien als potentiële terroristen, omdat het zou kunnen uitlopen in geweld. Iets waar ik niks van heb gezien. Ik heb in de afgelopen 3 jaar heb ik heel veel mensen ontmoet. Ik ben bij verschillende bijeenkomsten geweest. Ja. En nergens heb ik mensen horen oproepen tot geweld. Hè. Maar die groep die wordt daar nu van beschuldigd dat van daaruit mogelijk geweld zou kunnen komen. Terwijl het enige werkelijke geweld, of vrijwel enige werkelijke, vanuit de groep van het narratief afkomstig was. En het is een totale omkering. Everything's inverted, zoals David Icke tegen mij zei. Alles is omgekeerd. En zo, natuurlijk zo ook als Orwell dat zo mooi beschreven heeft in zijn boek. Ja, jullie vertellen niet de waarheid. Jullie plegen geweld. En als je dat dan gebruikt, kan je niet meer gebruiken jezelf. Want dan klinkt het als van, jij bent zo. Nee, jij bent zo. Dat klinkt dan kinderachtig, omdat je hetzelfde argument gewoon herhaalt. Ja, dus het argument wordt uit handen genomen. Ja, hetzelfde heb ik gewoon dat ik me dood aan erger aan al die antisemitische bezwaren soms tegen mensen. Oké, en waarom is het antisemitisch dan? Ja. Soms worden mensen antisemiet genoemd dat nooit iets gezegd hebben over Joden. Plus, antisemitisch is een taal dat ook slaat op Arabieren. Dus het is niet enkel de Joden. Ja. Plus, moest ik nu ooit kritiek hebben op iemand die Joods is, ben ik dan per definitie een antisemiet? Omdat ik de inhoud van iets wil hebben,
Maar het lijkt dan precies van, vanaf dat je dan iets zegt, of ze kunnen het linken met iets dat Joods is, dan ben je een antisemiet. Ja. Terwijl het over de inhoud van het debat gaat en argumenten uitwisselen. Ja, ik schrijf een column in de andere krant wekelijks. En in het begin, toen we net de wekelijkse krant uitbrachten, toen kregen we vanuit Siri, dus een Joodse organisatie in Nederland, kregen we de beschuldiging dat we antisemitisch zouden zijn. En we hebben de computer alle teksten laten nakijken. Mm-hmm. En gezocht op steekwoorden als Jood, Joods. Zelfs het woord Israël kwam in de nummers niet voor. Ja. Dus dat betekent dat hier ook weer willekeurig een etiket geplakt kan worden. Eigenlijk niet eens een etiket, het is een scheldwoord. Het wordt gebruikt als scheldwoord, niet zozeer als een inhoudelijke omschrijving van iets. Maar dus dat betekent dat er geen enkele aanleiding nodig is om antisemiet gevonden te worden. Je zag het met David Icke. Je weet dat hij het heeft over die reptiele theorie. En dan wordt er hier gezegd, ja, maar met reptielen bedoelt hij eigenlijk Joden. Ja, dat is dezelfde conclusie. Dus ik heb genoeg gemerkt dat sommige mensen in het debat, Thierry Baudet of... vergelijken met fascisten, dat ook gewoon dan een hele erge vergelijking is van wil jij dat je mij vergelijkt met Hitler, maar dat kan dan. Ja. En als Baudet dan een vergelijking zou maken met iets dat zoals de Holocaust is, gewoon al de term gebruiken is ongepast en disrespectvol naar de Joodse gemeenschaps toe. Dus ik weet niet wat dat gezegd is over Baudet, maar waarom zou Baudet antisemitisch zijn? En is hij ook trouwens niet mijn Joodse vriendin? Waarom zou hij fascistisch zijn? Ik bedoel, wat je nu ziet is, je ziet een aantal, ik noem dat derde rijkachtige verschijnselen, zoals censuur, vrijheidsbeperking, vrijheidsberoving en dat soort zaken die typisch horen. Bij die, jij noemde het net ook al even, bij die fascistische samenlevingen die we gehad hebben in het midden van de vorige eeuw. Die dat, en waarvan Forum voor Democratie eigenlijk de enige oppositiepartij is die daar bezwaar tegen maakt. Die bezwaar maakt tegen typisch fascistische verschijnselen die we nu weer terugzien. Yes, ja, zij zijn de enige die daar bezwaar tegen maken. En zij worden als fascist bestempeld. Hè. Ik doe me denken aan die uitspraak, ik ben even kwijt van wie die was, maar de nieuwe fascisten zullen zich presenteren als antifascisten. Mm. Ik ben even kwijt van wie die was, maar je ziet het wel zich ontvouwen op dit moment. Maar ze schermen gewoon met extreem rechts en dan ben je extreem rechts. En, en extreem omdat rechts het een negatieve connotatie heeft. Omdat het dat een negatieve connotatie heeft, maar ik heb dan iets van, wat is het bewijs dan? Bijvoorbeeld... ik weet niet hoe dat Forum van de Democratie momenteel gelabeld wordt, maar zien ze dat als extreem rechts? Is dat momenteel extreem rechts? De media die laten het nooit na om te zeggen dat dat Forum extreem rechts is. Ze zeggen dat er altijd bij. Mm. In veel gevallen ook fascistisch. En wat zijn de argumenten dan? Als we net proberen in te leven van welke standpunten maakt hen dan extreem rechts? Daar worden geen argumenten gebruikt, maar zo werkt dat met scheldwoorden. Als je iemand uitscheldt voor iets, dan hoef je geen argumenten te gebruiken. Het scheldwoord is voldoende. Je ziet ook dat het nergens beargumenteerd wordt. Er is wel eens een poging gedaan door te zeggen dat Forum anti-immigratie is. Wat overigens ook niet het geval is. Waar ze bezwaar tegen maken is de ontwrichtende werking van een teveel aan immigratie. In de korte tijd. Hè, zodat het gewoon praktisch gezien moeilijk wordt om mensen hier te huisvesten. Mm-hmm. Zonder dat het de kosten gaat van het welzijn. Maar weet je, het is framing eigenlijk. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik heb niks kunnen vinden. Ik heb een tijdje geleden heb ik Thierry hier geïnterviewd. Naar aanleiding daarvan sprak ik iemand tijdens een barbecue in het najaar. En wij konden het heel goed met elkaar vinden. Was een jonge dame. En we hadden het over alle corona-perikelen, zeg maar. Het was niet ineens aan het anti-overheidsdenken. wij waren het helemaal met elkaar eens. En toen vertelde ik dat ik Thierry had geïnterviewd. En toen was het, Thierry, dat is een fascist. Dat is een extreemrechtse fascist. Ik zei, waar maar de termen doen er gewoon niet meer toe. Je schrijft gewoon met een fascist. En jij bent dit, dus ben je een fascist. En ik denk, als je zelf... Pim Fortuyn vroeger bekeek, hij was kritisch en van immigratie, maar hij werd toen constant vergeleken met Jean-Marie Le Pen en jij met extreem rechts. Maar hoe dan en waar dan? Ja. Ook toen was het meteen dus extreem rechts. Ik heb zijn boek nog, het boek van Pim Fortuyn. Als je het nu leest, is het zeer gematigd. Ja. Zeer gematigd.
Dus dan zie je ook dat dat een term is die geen eigen definitie heeft, maar totaal variabel is. En men heeft dus ook, om terug te komen op Yannick, men heeft dan eigenlijk contact met een OCAT-lijst, van een lijst van terroristen. En vroeger stonden vooral moslimterroristen erop. Nu blijken er al gigantisch veel mensen op te staan die dat dan anti-overheidsdenkers of geradicaliseerde complotdenkers staan nu op die lijst. Dus je kan gewoon een boek gepubliceerd hebben of je bent Matthias Smet of iemand anders en het zou gerust kunnen dat je op die lijst staat. Nou ja, dat wou ik eigenlijk nog vragen, want tot hoever kan dit gaan of zal dit gaan? Moeten we ons zorgen maken? Ik denk dat we ons serieus zorgen moeten maken over het feit dat ook dit hier gebruikt geweest is voor te zeggen van we moeten nog meer opsporen van misinformatie en als je een digital ID hebt en online gedrag en als dat dan... Ik bedoel, kijk, me kan automatisch de biografie al schrijven over mij van Philippe, vroeger was hij extreem links en deed hiphop, maar toen merkte ik hem steeds radicaler worden en op een bepaald moment is hij naar Hongarije verhuisd bij Orbán. Gevlucht. En toen is hij echt wel geradicaliseerd en anti-overheidsdenken. Nee. En hij was echt de Philippe niet meer die ik kende, zei Sarah, die 2 jaar bij hem in de klas zat in journalistiek. En zo gaat het. Je hebt maar één voorbeeld, één quote, één getuige nodig om je te framen en dan is je reputatie naar de vaantjes. Dus al die mensen die zich uitspreken, het is niet dat er geen gevolgen zijn, het is des te belangrijker, maar die gaan nog meer in het oog gehouden worden en die zullen niet hun mening kunnen doen via de massamedia, want daar zullen ze gekruisigd worden. Hebben we effect? Ik denk dat de alternatieve media wel effect heeft, maar dat de brainwashing bij de jonge generatie via de cultuur, door de instituties, door de herhaalde propaganda en de echokamers echt sterk is. Mm-hmm. Want herhaling is een heel belangrijk brainwashprincipe. Die oude mensen, ik merk het ook bij mijn ouders soms, die kijken nog naar tv, die weten zelf wat dat gaande is. Ik heb mijn ouders wel wat wakker gemaakt, maar toch, elk half uur de radio, half uur het nieuws. Dan de identiteitspolitiek in de programma's en in de series dat ze zien. Oh. Dus daar zie je dat wel in de generatie, zo 30, 40, 50 of zo, die alternatieve media checkt die dingen, die is wel sterk. Dus dit is eigenlijk wat dat jullie doen, meer dan ooit nodig. Maar het zal niet via media omschakeling zijn in de massamedia. Nee. Nou ja, kijk, ik denk dat als we werkelijk succesvol zijn, ik moet eigenlijk omkeren, naarmate het geweld of de bedreiging tegen ons, ik generaliseer nou een beetje, maar tegen de beweging, zeg maar, er is toch een soort van volksbeweging tot stand gekomen met eigen mediakanalen en met, ik noem het een volksbeweging. Naarmate we succesvoller zijn, zullen de bedreigingen en het geweld toenemen. Dus je zou het ook om kunnen keren en je kan kunnen zeggen, nu die bedreigingen en het geweld aan het toenemen zijn, daar blijkt uit dat we enig succes hebben, dat we een bedreiging zijn. Ja, en mensen zouden soms iets meer beelden moeten bekijken vanuit China. En soms zie je van waar ze naartoe willen, is een soort van Chinees model. Ze gaan dan met termen goochelen in plaats van sociale creditscore, gaat dat een solidariteitssubsidie zijn of iets dat mooi klinkt. Ja. Maar als je echt eens kijkt van China, hoe dat ze daar met dat zero-policy-beleid... alle menselijkheid gaat gewoon uit de maatschappij en we worden meer en meer zoals China. En ik denk wel dat het in een aangepaste vorm is. Je kunt dat denk ik hier zonder rekening te houden met een andere volksaard, een andere historie, zeg maar, een andere gewoonte, een andere culturele gewoonte. Dus ik denk dat ze het zichzelf lastig zouden maken. Dus het zal wel anders ingepakt worden. Maar op bepaalde punten... Er zijn dingen die onacceptabel zijn. Ik kan heel vaak soms zien welke partijen gestemd hebben voor een bepaalde motie. En men ziet er moties om te onderzoeken van er gaat nooit een sociale creditscore komen. We willen de effecten van de coronamaatregelen onderzoeken. En dat wordt dan tegengestemd en dat wordt niet eens onderzocht. Ja. Dus jullie hebben... De Nederlandse, Belgische bevolking heeft massaal veel geld gedrukt voor maatregelen die hun nut nog moeten bewijzen, maar eigenlijk dat we ondertussen zien van dat heel weinig nut hadden. Dus er is inflatie gecreëerd, jobs, levens geruineerd, met iets dat eigenlijk niets tot bijna tot negatief effect had. Ja. En we mogen dat niet eens onderzoeken. We spreken niet over zoveel budget. Dat kan toch gewoon niet? Dat moet toch geëvalueerd worden en bekeken worden van was het wel in verhouding? Hoe ik zelf, als ik nu echt probeer redelijk te blijven om dan te kijken van wat kunnen we daaruit leren en houden en niet. Maar zelf die discussie en het onderzoek niet eens aangaan, dat is onvoorstelbaar. Ja, alleen het feit dat het niet onderzocht mag worden, dat zou bij iedereen, denk ik, mensen toch een soort van verdenking moeten opleveren. Ja, dat is toch... Je zou toch tenminste moeten onderzoeken van al het geld dat we gespendeerd hebben dat gigantisch is en dat de inflatie bijna voor het grootste deel gecreëerd heeft, niet de oorlog in Oekraïne.
dat zou je toch moeten kunnen onderzoeken van is dat effectief besteed en wat kunnen we eruit leren? Maar het feit dat die partijen nee stemmen, dat toont dat hun belangen veel anders zijn. Of ja, soms heb je zo hard ingegraven in een situatie dat moest op dit moment blijkt dat ze de verkeerde keuze gedaan hebben, dat hun reputatie erg op het spel staat, snap je? Ja. Ze vallen nu veel de reputatie aan van de mensen die tegen hun zijn, maar voor hun reputatie maakt het niet erg uit. Plus, zij zijn publiek betaald, dus zij hebben zekerheid van hun job. Dus ze hebben ook een ander denkkader dan een zelfstandige of een MKB'er. Het is natuurlijk voor bestuurders altijd moeilijk om achteraf ongelijk te krijgen. Want je hebt wel een aantal vrij ingrijpende maatregelen genomen. En als blijkt dat die contraproductief waren of zelfs schadelijk, dan zul je die verantwoordelijkheid moeten dragen. Dus dat is dan een beetje moeilijk, denk ik, voor bestuurders. Ik denk dat het de alternatieve media, een individuele mens, en om Yannick te eren, dat hij ook zegt van, zoals de gilde vroeger het gemeenschapsleven, elkaar leren kennen, afspreken, een keer samen een hobby doen, dat daaruit gaat het komen. De salons, de cafés, zoals dat de Franse Revolutie, niet dat het beste voorbeeld is, hoe dat geëvolueerd geweest is, dat de plek is. Ja. Maar de politiek, de media, de justitie, enorm grote vraagtekens of dat daar nog iets uitkomt. Het zal niet uit die kanalen komen, vrees ik. Dank je, Philip. Graag gedaan.